Dus in die nodige 360 gaat nog eens gestap gemarkeerd. 1 oosten, 2 noord, 3 zuid, 4 west. Of uit. Of lekker bezig, Bob. Ingezien. Zometeen ten oosten van onze LZ heb ik dus de zakkenmarkering gezet. We gaan standaard van boven naar beneden of links naar rechts gaan we de markering zitten. Draai even dat ding mee. Buddypaar 1 gaat zo ver mogelijk aan de linkerkant van het sector zitten. Buddypaar 4 zo ver mogelijk rechts en alles ertussen. Dan hebben we altijd een vaste volgorde hoe we een vuurpomp gaan zetten. We kunnen op direct 9 uur van de helikopter, dus je kunt een zwart puntje in het water, kun je toevallig zien of dat een boot is. Ja, linkerdoor kunnen hier, ik heb geen zicht, hoor. Ik hou je. Bezig, Giel. Blijven zitten, gaat vanuit dat wanneer we landen we waarschijnlijk onbekend zijn. Dus we pakken een kleine 360. Wanneer de helikopter weg is, gaan we gelijk verplaatsen. Waarom? Kijk eens op de kaart. Check. Maar wat je nog niet gedempt zo. Negatief, Julian, nee. Dat door kunnen. Oh. Landingszone. 10 seconden. 10 seconden, jongens. Alpha go. Is goed. Rechterdoor kunnen, zie het kasteel, verder geen bijzonderheden. Ja, gezien Jur. Gezien Jur, ja. Uit het wat? Ja, gaan we gewoon doen. Gaan we gewoon doen. Gaan gewoon kijken. Dat is het beste. Top. En altijd voor niet te veel te tekenen, want dan zit die gekke mismaker alles. Oh ja. Dat doe ik ook niet al te graag. Dan staat het opeens weer een poppetje voor je. Zekerlijk veel, Sharon. Ja, oké. Okay. Zekerlijk, Sharon. Ah, bokbier. Niet drinken tijdens de missie. Oh. Ja, komt er een patrouille voorbij, begint te lallen.
Ja, elke 100 meter even zeiken. Ja. Sorry. Nu, uitzijden. Dag Leslie, dank je. Goeie terug. Hoi, zeker. Observeer je omgeving first en dan direct erop het einde gaan. Door eigenlijk dat ik net AFK moest zijn heel even, heb ik dus niet alle gegevens nog ingevuld. Komt daar, neem even de kaart door. We gaan eerst naar OV1, kijken of we daar wat kunnen zien. Zo niet, gewoon naar OV2, OV3, OV4. Als we op 1 of 2 wat zien, dan slaan we 3-4 over en dan gaan we meteen door naar 5, 6, 7. Ja, en ja, daarna door naar die andere. Roger. Hey. Eigenlijk heel simpel, toch? Hier ga jij voor of voor de mic voor? Mic volg. Ja. Viel derde man, ik laatste. Kut, ik ben nog niet eens P gejoind, man. Momentje, even wachten. Ik ben er weer. Ja, sorry, door al die hectiek net heb ik niet alles gedaan nog. Ik ben er. Gaat in whispering. Observeer goed op het moment dat je rondkijkt en je gaat. Ja, we moeten wat meer op die top lopen. Als je zo meteen linksaf gaat hier, dan gaan we door een dal heen. En dan pak je die bomen rijden die daar linksboven op die heuvel zit. Ja, een beetje hoger, dan kom je ook in de bomen. Maar dat komt toch goed. Ik hoor een vliegtuig, maar dat is bij mij buiten. Amsterdam, hè?
Ah. Even halt, mijn long range is eraf. Ga maar weer door. Halt. Pak ze op zuidoost 130 graden. In het bos lopen die weg van ons. Ja, zicht. Ja, zicht. We lopen richting OV2. Beetje meer links gaan. Moeten we in de gaten houden, dus mochten ze deze kant op keren. Ja, die houden ik zo wel in de gaten als we op afveel liggen. Ja, meer denk ik naar het noordoosten.
zicht is niet geweldig. Zicht op een bitje hoor. In het compound. Ja, ik heb zicht op een jeep. De rest heb ik ergens helemaal nergens. Zie helemaal niks. Nee, ik denk dat we een andere OV moeten kiezen. Ja, ik zie wel tegenover op de berg aan de andere kant. Zitten wel paksen. OV 4. Ja, patrouille, klopt. Ah, wat we kunnen doen is deze ook gewoon even skippen. We hebben hem nu gezien. Dat we gewoon naar de volgende gaan, daar even kijken. En dat we hem op de terugweg waar die patrouille nu loopt, dat we vanaf daar pakken. We moeten toch terug voor de heli. Of we lopen gewoon om en pakken hem dan. Hebben jullie die paks op die berg gezien? Ja. User left your channel. User joined your channel. Die berg op het zuidoosten, dat geeft met die rotswand. Daar hebben we misschien ook een mooi zicht op het compound. Ja. We kunnen eventueel de tweede OV skippen, waar die patrouille loopt. Ja, daar loopt onze patrouille, ja, inderdaad. Hebben we daar nog zicht op? Ik niet. Op die berg, want recht over ons object, daar lopen een patrouille van 6 man. Ja, die op ons rechts zitten. User in your channel timed out. Ik heb een mogelijke OV-marker. Voertuig rijdt weg. Gas is vertrokken, die rijdt over de weg. User joined your channel. Ik heb een mogelijke OV op de kaart gezet. Ik weet niet hoe ik het teltje moet draaien, maar je snapt het idee. Kan je het herhalen? Ik heb een pijltje op de kaart gezet voor een mogelijke OV op dit compound. Maar ik kan het pijltje niet draaien, maar je snapt het idee. Dat bedoel je? Ja. Ja. Ik heb in ieder geval zicht op die gast die we moeten hebben. Oh, heb je zicht? Ja, ik zie hem met zijn tasje staan. Ik kan zijn hoofd niet zien, maar ik zie hem met zijn schoudertasje. Kan je hem raken? Ja, op zijn body. Moet even de wind instellen alleen nog. Nou, gil jij ook? Vanaf ja, mijn positie, 150 graden. Zoek Mark op. Ja, kan hem zien. 3629. Moet wel samen schieten. Ik hou die patrouille achter ons zelf. 9. Winst vanaf 11 uur. Ja, ik ook, Rob. 87072. Maar ik moet eerst afstand meten. Echt bizar veel weapons, hoor. 579? Ja, klopt. 580, nou om het even. 3.06 036 links. Even een momentje hoor, ik ben aan het instellen. Het komt van 10 uur. Ik heb 0.85 links, Mikey. We hebben een andere wind. Oh, wacht, de wind net af. Momentje. Hij is wel een beetje licht alerted. Hij beweegt een beetje in de weer. Hij staat op zijn plek om, maar hij beweegt een beetje. Mike, ik ga schieten. Oké, we kunnen schieten. Wacht even. Heel lang klaar. Wacht.
Mike, je viel weg. Wij zijn gereed om te schieten. Ik ben ook klaar. Schakel maar uit. 3, 2, 1. Hij is down. Hit. Wegwezen neem ik aan. Ja. Terug naar waar we vandaan kwamen. Zullen we een helikopter over ons heen krijgen ofzo? Of mortieren? Ze weten niet wat vandaan is gekomen. Maar mooi wat, Mikey. Oh. Even in de bos verzamelen, even kijken of we dat voor goede route pakken. Ja, kan voor jou, we moeten er iets omheen. Ja, ik wil wel even zicht hebben op dat bord, bos links, vanwege die patrouille. Precies, in ieder geval niet. Nee, ik ook niet. Wat was dat ook weer een officier, hè? Ik vergeet niet de wapen even op zero te stellen. Wat bedoel je? Ja, dat je nu gewoon raak schiet als je dichtbij hebt. Oh, ja, je moet hem op 2 zetten ongeveer. Zullen we onder de berg doorgaan? Helikopter, helikopter. Pak een boom. Plat. Ik leg iets hoger dan jullie, jongens. Ik wil nu over vanuit het noord, zo meteen noordoosten. Rustig laten gaan. M8 zit nu op ons oosten. M8, ja. Zo te zien gaat hij landen. Eventueel kunnen we kijken of er zo meteen een nieuwe officier staat of zo. We lopen gewoon onze ploeg eerst af. Eventueel gaat hij landen, maar het kan er zijn dat hij versterking uitzet. Ja, hij is in ieder geval uit ons zicht nu. We kunnen lopen. Volg mij maar. Voordat hij zo meteen weer opstijgt en weer gaat. Bijgetrokken bij jullie. Jurien, houd goed in de groen. Ja, zeker. Ben ik maar bezig. Als we een hele grote route hebben genomen, dan kunnen we die patrouille nog tegenkomen. Ik heb ze in ieder geval niet gezien op die berg. Helikopter is nog in de lucht.
patrouille kan hier zometeen zitten. Dit is de berg waar ze op zaten. Ja, klopt. Links van ons. En daarom ga ik onderlangs. De helikopter zit links van ons. Lijkt erop dat hij gewoon blijft stilstaan hangen daar of stilstaan. Hij draait zijn rondjes of zo. Er rijdt gas over deze weg hier beneden, dus let op. Die weg beneden ons was veilig tot nu toe. Oh, volgens mij die weg loopt daar boven. Ja, dat klopt. Beneden, maar hij loopt daar boven. Hij buigt af daar naar rechts en dan gaat naar boven, maar de rechts was veilig. Rechts achter ons, veilig, niks te zien. Oep, die patrouille loopt achter ons op de heuvel. Heb je daar zicht op? Ja, ze volgen ons, duidelijk. Ze pakken onze route achter ons aan. Ah, noordwest, 322 graden. Ja, ze zijn ook alerted. Zijn het er? Ik denk 4 of 5. Ik tel er 4. Kijken of ze echt achter ons aan blijven rennen of dat ze uiteindelijk stoppen. Eén momentje, even wachten dan. Ze zijn wel echt aan het sprinten. Hoeveel graden zijn je, Mike? We hebben wel een dingetje, want ik zie dat die andere, deze pak, ze hebben ook gewoon een schoudertasje. Dus we moeten wel even confirmen dat we echt die gast dood hebben gemaakt. Ja, KVO.
Vier zijn het er. Wat zei je? Confirmatief dat we ze dood hebben gemaakt? Ja, dat we die officier hebben gekild. Dat moeten we even controleren. Maar ik zou doorlopen voordat ze nog dichterbij komen. Ja, ze lopen een keer ons achter ons aan. Kijk, ze kunnen ons niet altijd achtervolgen, toch? Loop maar door even. Kijk wat ze doen. Schiet op ons. Schakel uit. Ja, graag. Ik zit zwaar onder vuur. Ik kan niet weg. Ik zoek die laatste. Ja, beneden bij dat muurtje. Reload. Hij zit hier bij dat hek. Ja, daar. Oké, okay, schoten rechts bij die bomen. Hij zit achter een hellinkje, achter een hellinkje. Hij leeft nog. Voertuig. Hij staat, voertuig. Hij staat. Het is de US met die punt 50. Gas, ik lig je heel dichtbij. Uw ene pakt nog het leven. Nee, we hebben er volgens mij 4 gekild nu. Net negatief, ik heb er nog 1 gezien, die loopt daar nog. Ik probeer omhoog te komen, want ik lig niet goed genoeg. Moet de hoge, de helling over. 1-1, ik kom eerst omhoog en dan gaat de tweede. Dat is Giel. Nee, ik zie 4 dode lijken liggen. En er waren er 4. Ik tel echt 4 lijken hier. Is dat een H1? Ik heb er eentje gezien die achter berg in leven liep. Ja, maar ik denk dat we die net hebben gepakt. Vanaf hier. Oké, okay, loop maar door Giel. Ik volg jou, ik kom van jou. Ja, we hebben echt, we hadden er 4 gezien, we hebben 4 lijken. Dus we moeten... 1-1 omhoog. Ja, Rob, kom maar. Het zou best kunnen dat hij op deze heuvel ook ja, Rob, kom maar. Kom omhoog. Julian. Julian, moest die boven ook spotten nog, toch? Nummer 1 spotten. Nee. Jij gelooft dat dat hem was, die officier? Nee, maar die pakken op de terugweg wel. Oké. Okay. Ja, ik ben bovenop de helling, ik ben buitenschot. Julian, daar rechts hebben we die fabriek, die te spotten. Als het goed is zitten ze achter de fabriek. Eén klik uit. Oh, dat moet ik zijn aangekomen bij die fabriek. Ik zie ze hier vandaan staan, jongens. Momentje, wij trekken bij, Jur. Die andere berg. Mooi zicht. Ja, ik heb zicht op die officier, die staat achter de auto. Twee man weer op die officier. Nee, God, het is te ver weg. Moet je wel opletten, want hij staat tussen die twee huizen in. Van die, of die andere berg. Ja, het is 1100 meter. Nou, dan moeten we ze redden.
Ja, het is te doen, maar het risico is te groot en we moeten toch verder. We hebben daar beneden een huisje op die berg een beetje. Misschien dat we vanaf die afstand een beetje kunnen schieten. Dus misschien op dat heuveltje links van het huisje. Waar zie jij die officier? Even, ik heb geen zicht. Achter de auto. Elke auto. Er staat een auto op daar beneden, op geparkeerd. Daarachter staan drie paks en daar staat hij. In dat complex is het niet. Oké, wij kijken. Hij staat daar dus. Even kijken hoor. Even graden bij van jou af. Ogenblik hoor. Daar staat hij. Complex is weer vrij. Het heli. Daar staat hij. Of ik wind heb. Nee. Kijk, want ik zie het gras wel bewegen. Ben ik nou schreeuw of niet? Godverdomme. Tussen de twee huizen erop. Ik weet niet of je zicht hebt op over 7. Die hoek. Oh ja, daar. Ja. Ah, denk het niet. Ik denk ook net niet. Ik denk eerder over 6. Geen scope bij me. Ja, oké. Nou, gaan we naar over 6. Ik heb een kruis gemarkeerd. Vanaf daar zouden theoretisch zicht moeten hebben. Kijk wel langs die gebouwen. Precies er tussendoor en met die andere dingen. Dan moeten ze zicht kunnen hebben. Ik kijk even op de map. Dus over 6 en 7 in. Ik ga je naar beneden door het groen bewegen. Niet alleen. Jij hebt LV5, meen jij? Oh, de kruis. Ja, dat zou theoretisch, als dat klopt, dan kijken we langs dat gebouw, langs die silo. En dan zien we die gast staan. Rob, we zijn aan het bewegen, kom je mee? Ja, kom eraan. Ja, dat is goed. Ja, kom er mee. Ik denk dat we daar op 700 meter of zo zitten. Ik denk dat we vanaf OV5 iets van 900 meter af zitten, moeten we kunnen raken. Of we moeten naar de andere kant lopen, de andere kant van een berg pakken, maar... Nee, ik kom wel, maar ik hou jullie 6 gewoon in de smiezen. We kunnen eventueel hier nog proberen dat puntje daar, die heuvel, waar ik nu naar kijk. Is dat huisje safe? Nou, het is wel een idee van Mike, denk ik. Ik denk het ook. Als dat gebouw er niet vol gaat zitten, hoor. Dan schieten we gewoon van het ene raam door naar het andere raam en dan die pakstel. Denk... We worden op dit moment niet gevolgd vanaf onze berg. We hebben geen zicht vanaf hier. We kunnen hier omhoog, dan hebben we wel zicht, denk ik. Ja, ik denk echt waar het kruis staat ongeveer. Dat is wel richting 7 en hebben we een berg. Als we richting het noordoosten lopen, dan komt het wel goed. Maar, ja, kijk wel even. Hebben we niet meer zicht als we hier naar voren kruipen? Negatief, zit je te laag. Oké. Okay. Hier heb je trouwens te veel bomen. Nee, we moeten naar de overkant daar. Anders moeten we naar de overkant gaan. Ja, die hoge berg daar tegenover ons, op ons oosten. Ja, precies. Daar zit een hoge berg, daar moeten we naartoe eventueel. Ja, bedoelt oosten, Rob, dat is over 6.
anders gaan we eerst naar onze derde positie. En dan laten we deze even staan. Dan pakken we deze op het laatst. We moeten het wel halen. Ja, maar we hoeven niet 1 naar 2 naar 3. Je kan ook 1, 3 en dan terug. Nou, ik denk dat we wel zicht hebben van hier bovenin. Ja, oké. Okay. Worden niet gevolgd. Zou me niks verbazen of zometeen nog ergens een patrouille tegenkomen hier. Uiteraard. Ah, lekker. Vanaf hier rechts zicht in te krijgen. Kijk, dus langs die silo's moeten we kijken daar. Hier, Giel. Shit, contact direct front. Oortjes. Nog een keer oortjes. Zullen we de berg afbewegen naar beneden? Dan kunnen we ze grijpen als ze hier over de berg komen. Hoortjes. Hoortjes. Heeft iemand een flashbang ofzo? Jongens. Ja, we moeten naar beneden. Ik hoor ook paks in onze rug, lijkt het. Kunnen we het beneden bewegen, jongens? We zien ze niet. Ik heb ze bovenop en we zitten... Eentje nog. Bovenop. Nee, nog één links. Giel, weer, ik ben echt zwaar gewond. Zwaar gewond, nog eentje, toen die kets. Kun je niet high explosive even in die bomen knallen daar? Zo, volgens mij is hij down hoor, maar ik kan niet door het gras heen kijken. Oh, ik kan niet door het gras heen kijken, hij is volgens mij down. Anders even een HE erop knallen. We moeten praten over dingen, want we hebben geen, we hebben allemaal whisper. Ja. Ah, ik denk dat dat het was, maar ik durf niet 100% te zeggen. Ja, volgens mij was dat het. Ja, ik schiet liever niet. Oké, even oplappen. Ik heb alleen een hoofdwond. Ik heb ook twee wonden. Groen. Sheetrap? Ja, als ik ben weer groen. Ik ben nog semi-groen. Ik ben nog niet groen. Zal mijn kieën hier. Pak even een bandage hoor. Als hij het heeft. Yes. Oké, okay, ik ben er ook weer. Meld even aan Romeo dat we ontdekt zijn. Ja, dit is allemaal mooi, mooi dat.
hoor een drone. Ja, drone boven ons. Hij vloog net op het zuidoost. Ik zie hem vliegen in het zuiden. Ik heb gehoord dat een QRF op ons aanwezig is. Probeer, we gaan eerst naar de derde, helemaal aan het einde. Ik heb misschien wel een klief. Ja, moet hier wel weg. Die wegwezen, nu. Ja, ik heb ook geen shot meer op die gast. Nee. Oh, contact. Nee, ja, ik probeer dat ding... Dat is wel de QRF, dat is QRF denk ik. Of zijn, is iemand dat? Schiet er iemand? Nee, ik schiet. Negatief, negatief. Waar gaan we heen jongens? Zullen we richting oost gaan gewoon? Ja. Positief. Is iedereen groen? Ja. Eén momentje, op mij wachten. Wat een gekut. Ja, bijgesloten, gaan. Gewoon een helikopter. Helikopter op ons links, noord. Pak de boom. De boswerk in, liggen. Jurien? Ja. Als hij begint te schieten, dan wil ik dat je hem uitschakelt. Als hij raar gaat doen, doe ik dat al. Ja, die gaat troepen droppen. Volgens mij houdt hij daar stil nu. Ja, hij gaat nu landen. Hij gaat nu dalen. En dan gaan we ze uitschakelen of vermijden? Meiden. Ik ga hem uitschakelen, hij gaat troepen droppen. Ja, oké. Okay. Netjes, wegwezen. Wegwezen naar het oosten. Fuck, mortieren jongens. Hard naar het oosten, hard naar het oosten, hard naar het oosten. In het groen blijven naar het oosten. Oversteken hier. We gaan eerst naar onze derde punt toe, dan eventueel keren we terug vanaf de andere kant. Ja, Kavio. Of ze moeten ons te veel volgen. We geven niet zomaar op hoor. Zeker niet. Zie je wat? Nee, ik was even mijn stream aan het starten. Nee, mijn stream, sorry, mijn temperatuur aan het kijken. Oké, okay, jongens, ogen open op die randjes, want daar zitten ze soms. De temperatuurmonitor, die stond niet aan. Oké. Okay. Ja, we moeten even naar een andere... Ben je nou je broek aan het zweten? Nee, ik ben mijn CPU aan het overklokken. En ik wil even weten hoe heet die wordt. Maar hij is nu op 60 graden en hij is overklopt, dus ja. Opstoken die handel. Nou, ik heb eigenlijk het idee nu die overklokt is dat hij minder warm wordt dan dat. Waar ga jij naartoe? Ik zocht een opening. We gaan aan die kant lopen zeker.
rijdt de gas van ons af. Links van ons. Hoogte, dan ben je vanaf die weg af. Uit het dorp, jongens. Ja, ik ren door. Kan niet anders. Hadden jullie die guest gezien die links van ons afreed? Negatief. Ik gaf daar een waarschuwing, maar mijn radio zat weer zo'n 30. Ja, ik hoorde je zeggen, alleen ik zag hem niet. Ja, hij reed van ons af, maar oké. Okay. Huisje was clear. Oké, we hebben redelijk zicht vanaf hier al. We kunnen nog hoger op, maar in principe hebben we redelijk zicht. Op het derde doel. Ja. Oké. Okay. Er zitten wat bomen vol, maar we kunnen vanaf hier mogelijk al wat spotten. Installatie. Alles noteren. Oh jee, ja, ik zie hem. Ik ga een klein stukje verder. Heb je die toren gezien? Ik heb zicht op twee paks, maar niet onze man. Nee, inderdaad, die van ons zit er niet tussen. Eén gast was wel op ons aan het richten, dus pas op. Ik beweeg meer naar achter de heuvel en dan ga ik ook omhoog. Geen zicht op een officier hier vandaan.
is het met jullie? Ik probeer zicht op een officier te zoeken, man. Die tweede officier is gevraagd van Romeo. Maar die heb ik gezegd, die hebben even in verband met dat ontdekt waren uitgewacht. Dus we gaan eerst kijken of we hier kunnen vinden. Ja, check. Hot mic. Kijk even onze zes, jongens. Doe me. Ja, jullie houden je op die officier. Ik lijk rond. Nou, die heuvel daar. Nou, dat bergje daar. Denk ik dat daar wel zicht krijgt. Ja, en anders kunnen we er altijd omheen vlinderen. En dan pakken we die andere officier ook vanaf de andere kant misschien. Ja. Ja, dan kunnen we misschien die andere officier van die 100... 76 heuvel pakken. Ja. We gaan iets meer richting het oosten vlinderen. Kappa is genomen. Ik wacht even tot jullie ook hier zijn. Dan pak ik nog even een pilsie. Weer. Kutstenen zijn dat. Ja. Zo, eerst kijken of we vanaf die grote steen hier rechts voor rond kunnen kijken. Ja, positief. Ik zat een beetje vast in die kutstenen. Ja, geen stenen was zo. Nou, in ieder geval geen zicht op een officier. Ook niet in een gebouw of zo? Niet een gebouw waar ik in kan kijken. Maar ja, het kan zijn dat we inderdaad het gebouw moeten gaan aanvallen, anders. In het ergste geval kunnen we misschien nog die heuvel daar links pakken. Tegenover ons, maar dan kijk je ook in principe tegen een gebouw aan. Misschien zit hij inderdaad wel in die loods of zo. Ik zie hier wat staan. Waar? Ja, ik denk dat het een soldaat is. Officier gevonden, mijn positie. Zie je die rode containers? Ja, ik zie hem, ik zie hem. Hij staat voor dat witte gebouw.
Dat grote witte, die loods, daar staat hij voor. Rechts van die rode containers. Mikey, heb jij wind? Oh, oh, zijn alerted? Geen wind. Alerted. User left your channel. User joined your channel. Ik kan een schot maken, Mikey. Wat was de afstand? 540. Oké, okay, de twee lange schutters die maken eventueel de afstand. Wij doen dekking. Ik ga het... Hij is inderdaad verplaatst, hij kan schieten. Schiet maar. Als jullie vrij schotten, beschieten. 3, 2, 1... Je raakt hem. Hij is juist dan. Beide neer, beide neer. Oké. Wegwezen, ik wil dan aan de andere kant van het tweede object komen. Wil je naar het zuiden toe dan? Ja. Daar zit ik aan te denken, ik wil even mijn map kijken. Oké, gaan we eerst even achter deze berg. Eerst even weg. Helikopter stijgt op. Hey, voertuig, voertuig, voertuig. Komt onze kant op gereden. Is weg. Waar wil jij het vanaf doen, Mike? Die tweede officier? Pak ze komen ook deze kant ja, op. Ja, kijken vanaf deze heuvel, die 176. Oké. Okay. En dan kunnen we eventueel weer doortrekken richting die kant. Romeo Sherover. Zo. We slaan ze even af. Waar is dat voertuig? Nog steeds die kant op, maar het kan zijn dat hij afwijkt. Tweede officier uit kunnen schakelen. We worden nu gezocht door een voertuig. Over. Waar had jij een andere positie van die tweede vent? Die tweede? Die zat, als het goed is, achter die auto die er stond. Alleen het kan zijn dat die verplaatst is door die... Nee. Ja, ik bedoel die... Ja, nee, die 176, dat bedoel jij. Dat bedoel ik. Die berg. Drone. Ja, ga mortieren krijgen, zo. Plaats ons naar het oosten. Ja, oosten rennen alleen maar weg van de objectives, hè? Op weg van de objectives, oosten. Voertuig komt nu onze kant op. Oosten en bij die steden gaan we even terugkomen. Oké, die drone vliegt nu op ons rechts. Begint te draaien te maken onze kant op. Voertuig komt onze kant op gereden, vanaf de andere kant. Kom weer wegen. Ja, als we naar die groenstrook naar beneden kunnen. Ja. Dan kunnen we door, door het hele dal heen. Hij vliegt weer over ons heen, rechts voor ons nu. Drone. Geel erop, mij komen. Maar dat voertuig is super dichtbij. Rennen, Giel. Wat voor voertuig is het? Ja, klinkt armer. Wij pakken bij die steen daar even halt anders, Julian. Kunnen we eventueel koffer geven. Ik hoor hier weer iemand ademen, hot Mike. Hop, Mike. Hallo. Giel? Ik ben het niet.
Jawel. Nou, vrij zeker van niet. Maar jij hoort het zelf ook? Ik hoor het ook. Nou, we moeten naar beneden. Ja, ik probeer zicht te krijgen op die drone. Giel bijtrekken. Als je te ver doorloopt, Juur, dan hebben we geen zicht meer, want dan weet je niet waar achter je zit. Giel, kan je bijtrekken? Ik hou je bij je. Ja, ik ben onderweg. Ja, maar die mortieren gaan zo vallen als ze er blijven. Maar we moeten gaan. Gewoon in kolonnen lopend. Okay. Als ik die drone heb, dan pak ik die drone. Ik denk dat de drone weg is. Nee, drone op links. Drone op links. Vliegt over. Vliegt nu over ons heen, gaat richting zuid. Gaat snel te schieten. Oh, fuck. Je mag hem wegschieten als je wil, kan. Ah, joh. Dat ding gaat zo. De kans dat je raakt is zo nihil eigenlijk. We moeten nu niet meer te ver oosten, anders komen we bij die hele grote stad. We moeten daar de berg in. We gaan nu naar zuid. Volg die groene lijnen, Nou, ben ik mee bezig. Ja, zie ik. Zit niks in onze zes. Toen we onze eigen gillies mochten maken, had ik niet voor brandnetels moeten kiezen. Haha. Nou, wees blij dat je niet in de woestijn bent en dat je een cactus. Dat is de overeenkomst tussen de woestijn en je billen. Cactussen. Even hier plan de campagne maken. Ja, oké. Ik verwacht dat er geen voertuigen komen. Even kijken. Goed rondkijken op onze 360 dat we niet gevolgd worden. Ik zou zeggen, loop zo. In die kringen. Ja. Ziet ze nooit. Zeg dit bosje zo. Ga verder. Ja,
voertuig vanaf links zometeen. Ik hoorde wat rijden in ieder geval, leek het. Zet die weg over vlot. Down. Waar is Julian? Wat voor je. Van die wegen af, Jur. Ja. Ah, daar loopt hij met een grotere weer. Bovenop kun je even kijken of wat we kunnen doen. Een beetje haast gaan maken, hallo. Nou, we kijken niet naar de tijd. Als het niet lukt, dan lukt het niet, Giel. Nou, ik stel voor dat we in ieder geval doorbewegen naar die twee, naar die OV-punt. En dat we die laatste pakstijl nog even uitschakelen. Ja, dan precies, moeten we de eerste gewoon gokken dat we hem hebben. Ja, zeker. Want kijk, het probleem was met die eerste, ik kon zijn hoofd niet zien. Alleen zijn lichaam. En hij had wel zijn tasje. Maar ja, later zag je ook dat andere gasten met een helm zijn tasje hadden. Ja, een blauwe beret was handiger geweest. Ja, dat ook. En een blauw tasje. Oh, jeuk. Stelling van Romeo is dat we overleven, dus dat is het belangrijkste. Desnoods de tweede man laten we, die derde laten we zitten. In principe hebben we er twee uitgeschakeld. Nou, we kunnen nog kaken eventjes. Ja, ik wil dat we nog even doorzetten. Ja, het wordt wel een pocket nog naar die grote berg lopen, want we moeten voorbij deze nog. Ja, precies. Het is gewoon echt doorsprint. Alvast onze exfield erachter is plannen. Ja, plant die maar Mike ergens. Ik zou even als we echt stil zitten, dan doen we dat. Ja, oké. Okay. Zal ik ook al aan te denken als we even stil zitten. Meer naar west bewegen, denk ik. Nee, goed zo. Ik heb een rondje getekend, half rondje. Mogelijk is daar ook nog wel een OV mogelijk. Of een schietpunt. Zit wel laag op de heuvel. Dichterbij. De doelstelling is dat we overleven, dat is het probleem. Dat halve rondje gaan we nooit redden, Mikey. Ik denk het ook niet. Nou, dan moeten we kijken hoe we dichterbij kunnen komen en ons nog kunnen schieten.
Ja, duidelijk. Inslag. Ik hoor niks. Ah, nee. Nee, links zo. Geen drone, geen achtervolgers. Top van de heuvel niet proberen. Ik zet gewoon maar door, zet daar gewoon door. Of moet je hem die nu weg, Nee, maar het compound is 1.7 klik weg. 1.8 nog. Julian, als je een beetje die heuvelrug op je 2 uur pakt, dan denk ik dat we bijna sprintend omhoog kunnen. Joep. Want recht omhoog, dat ja, dat wordt echt klimmen. Weg, clear. Romeo Sherry hier, we zijn aan het pushen en we proberen nog wat te krijgen, maar we hebben het laatste bericht niet gehoord. Rob heeft zijn long. LC, want we moeten afbreken. Okay. Ik heb een schot op 1,5 kilometer. Dan wil ik dat je hem nu schiet. Ik kom naast je liggen. De twee longers gaan schieten op hem. Echt, heb je de locatie echt? Tik hier even naar voren. Fijn, tik naar voren. Julian, pak jij een LC? Ja, een moment. Ik zie hem niet hoor. Geen kut met die bino's. 1500 meter inderdaad. Ja, ik heb zicht. Oké, wacht even. 1519. Heb jij wind of niet? Even checken. Wind komt van rechts. Van uur. 3 uur toch of zo? Ja. 2:13 dus rechts. Een 2 en. Ik heb het 18. Oké. Okay. LC Sierra 02. Ja, is correct. 16 kliks omhoog. Oké, okay, ik zie hem. Maar ik heb 15:1 heb ik. Ik kan mijn bijpad nergens lekker pakken. Oh, ik heb hem wel goed. Op die steen. Heb je hem? Een momentje. Ja, zicht. Weer gereed? Ja. 3, 2, 1, schiet. Iets meer naar links. Ja! Hit. Oké, afbreken. Ik weet niet of jij hem schoot of ik, maar ik schoot volgens mij net te laag elke keer. Oké, zet je zelf even op normal. Ja, ik ben op normal. LC Sierra 02.
Ah, we hebben hem mooi opgenomen, hè? Hey. Oh. Ja, dat schot was trouwens volledig op jou. Dat was live op YouTube, was dat? Ja, ik twijfelde. Ja, je raakte hem. Oké, okay, want op die afstand leek het net of mijn schot net te laag ging. Nee, maar toen ik schoot pas toen hij neerviel, dus... Ja. Dat is helemaal op jou. Ah, is mooi, hè? Ja, lekker hoor. Volgens mij had ik 2 schoten nodig. Ja, nou ja. Dat is 1430 meter of zoiets. 2 schoten nodig. Lekker. 1519. Maar dan hadden we alle 2 anders gemeten. Helikopter aan op LZ Sierra 02. Klaar zijn als ze klaar zijn. Ja, ik brak Zuid. Ik loop een klein stukje door en dan heb ik Zuid om de heuvel. Ik hou die weg voor ons in de gaten. Groene smoke gepopt. Je missie gehad. Over 45. Rechterdoor kunnen. Nee. Geladen. Weet je, goede missie gehad. Ja, lastig. Nou ja, met andere groepen die zijn al bijna een keer gegaan. Ik kreeg net een raket omhoog. Op je tail ging er een raket recht omhoog. Sorry, op je tail ging net een raket recht omhoog. Op je tail ging een raket omhoog, Wes. Ja, wel. Heel erg schoten. Flash. Oké, ja, zie je. Lander, een mooi Wesley. Ja. Ach, iets verder. Ik stond op een plek nog iets vlakker, maar ik denk ja, jullie dat we niet hebben. Ik ga een heuvelpuntje. Staan dooien. Oh, je ligt ook met de bannen. Wat dankjewel voor de lawaai, Wesley. Oké, mannen, uitstappen, oortjes uit, de rhythm uit.